er midden in de nacht een asielzoeker bij u aanklopt, wat doet u dan? Nou, ik zal uiteraard informeren wat de reden is dat hij bij mij aanbelt. Maar ik vind dat een christen altijd wel een open houding moet hebben naar mensen die in nood zijn. En bij je aankloppen en in dit geval dus letterlijk aanbellen en of vragen of je ze wil helpen. Als een asielzoeker aan zou kloppen midden in de nacht, dan zeg ik als privépersoon, als burger, heb je gewoon je christenplicht om zo iemand op te vangen en te kijken van, hoe kom jij hier? Hoe kunnen we jou verder helpen? Ja, die zullen ze dan misschien voor een nacht in huis brengen. Wat zou je daarna doen? Nou, wat we in Nederland natuurlijk ook gewoon proberen is, we hebben opvang voor mensen, eerste opvang. En uiteindelijk als mensen ook hier rechtmatig zijn en mogen blijven, dan proberen we ze natuurlijk ergens een plekje te geven in ons land. Dat is de procedure en dat is ook goed, denk ik, dat uiteindelijk mensen ook gewoon zelf op eigen benen moeten kunnen staan. Hoe ga je als burger ermee om en welk beleid voer je als overheid? Dat is echt een heel belangrijk verschil in de zin van als burger heb je gewoon te maken met je medemenselijkheid tegenover iedereen die op je weg komt. Maar als er iemand zeg maar op straat zou rondzwerven die echt uitgeprocedeerd is en terug zou kunnen naar een land, en dan moet je ook niet zomaar zeggen als overheid van nou ja, laat maar lopen dan. Nee, ik vind iemand moet je opvangen. Of uitzetten, maar niet een soort schemer gebied waar je juist voor kerken en voor burgers ook heel veel onduidelijkheid schept. Ik heb ook vluchtelingen meegemaakt die weer terug moesten. Wat ik wel mooi vond toen is dat ik ook mensen heb ontmoet die terug moesten en zeiden van, nou, God heeft ons toch een tijdje hier ook met het evangelie kennis laten maken. Waar ook mensen die echt tot geloof waren gekomen. En dat mensen teruggingen naar hun land en zeiden van, God heeft, dit is dus het plan van God met mij. Dat ik met mijn levensovertuiging die nu veranderd is, hè, soms van moslim christen geworden, dat ik in mijn land ook over hem mag gaan vertellen. En ja, dan word je ook wel even stil. Dan denk je, oké, dan ben je eigenlijk teleurgesteld dat iemand terug moet. En je denkt, ik had hem graag hier gehouden, maar God heeft dus een ander plan met die persoon.